En de schrijversgroep 77 heeft gisteren samen met de Nederlandse schrijver Wim Verboven een boekpresentatie gehouden. Het boek met als titel Het verdwijnen van de houten volkswoning in Paramaribo heeft Verboven samen met andere auteurs geschreven. Zij hebben opgemerkt dat er niet zoveel houten woningen meer aanwezig zijn in Paramaribo. Het boekwerk is een fotoboek met de daarbij behorende verhalen. Medeschrijver Michiel van Kempen, die het voorwoord schreef, geeft aan dat de houten architectuur van de stad voor Surinamers als een bron van nostalgie is. Maar zoals alle nostalgie, is het ook een gevaarlijke nostalgie. Het deel van ons herinneringsvermogen dat nostalgie heet, en filtert alles uit de herinnering wat minder plezierig is. Fixeer de wereld op een bepaald punt in de geschiedenis en laat in de geest liever niet toe wat er daarna aan veranderingen heeft plaatsgevonden. Tijdens zijn onderzoek heeft de Schrijver onder andere de Hof Hoge, Juliana, Keizer en la Desma Straat bezocht. In enkele van deze straten staan volgens verboven nog enkele houten woningen. De presentatie is gehouden in Torri Osso tijdens een van de boekavonden van de Schrijversgroep 77. Het boek Het verdwijnen van de houten volkswoningen in Paramaribo is onder andere geschreven door de Nederlandse architect en schrijver Wim Verboven.